maar nog erger voor de KNVB, het beïnvloedt de publieke opinie rondom een systeem dat moet worden omarmd. Sparta kreeg zowel in Emmen als op het eigen kasteel geen strafschop voor trekpartijen, waarbij twee armen werden gebruikt. Donderdagavond zei Alaard Lindhout de verkeerde beelden te zien te hebben gekregen en zondag verklaarde Dennis Higler na afloop met droge ogen nog steeds geen penalty te zien in het moment waarbij Fred Vrida aan de arm naar beneden werd gerukt. Het is voor niemand te verklaren. Het zou scheidsrechtersbaas Diek van Egmond weinig vrolijk moeten stemmen dat er zo wordt omgegaan met een systeem dat vanaf komend seizoen bij elk eredivisieduel beschikbaar is. Hoe kan het dat er ondanks de VAR zo wordt besloten in de gevallen bij Sparta? Van Egmond, wij gaan dit de komende dagen eerst zelf nog met elkaar en op het gemak analyseren, maar wij weten allang dat we het ook onderling niet helemaal met elkaar eens zijn. De eenzaamheid.